Onze achtertuinen zijn de leefwereld van talloze vogels en kleine zoogdieren. Ze komen wel eens in de knel. En dan kunnen ze terecht bij Thijs. Er zit heel iets verschil tussen beide ogen. Marieke. En Noekie. Ik ga er wel een beetje aan pulken. Ik krijg natuurlijk pijnstilleren en antibiotica. De professionals van de wildopvang Avolare in Doorwerth. Op deze vroege ochtend gaat Marieke laten zien hoe ze de verblijven schoonmaakt van de watervogels. En daar heeft ze een vernuftig trucje voor. Wij willen eigenlijk dat alle eentjes eventjes in de box gaan. Deze even leeg halen. Dit is hemelwater en grondwater. Gewoon kraanwater, daar zitten allerlei stofjes in. Waardoor ze uiteindelijk lek raken eigenlijk. En dat klinkt een beetje raar dat het één lek is. Maar ze hebben een vetlaagje over de veertjes heen zitten. En daar zit dus een stuitkliertje hebben ze eigenlijk op de staart zitten. En daarmee, als ze dat poetsen, dan wordt dat gestimuleerd. Er komt een soort vetje uit. En dat smeren ze vervolgens over alle veertjes heen. En jonge eendjes krijgen dat eigenlijk standaard mee vanuit hun ouders. Wanneer ze bijvoorbeeld onder mama eend zitten, dan krijgen ze dat vetlaagje mee. Ja, deze eendjes hebben geen mama eend meer om onder te kruipen. Ze zijn op straat gevonden zonder mama. En ze moeten wel weer leren dat stuitkliertje geactiveerd moet worden. Want als je ze nu in een grote laag water zet, dan verdrinken ze. En dat, dat willen we niet natuurlijk. De grote gansjes zijn nu ongeveer een weekje. En de kleintjes zijn gisteren binnengebracht. Die zaten vast in een mestput vol met water. Die zijn samen met de ambulance en de brandweer zijn die eruit gehaald. Er waren helaas al twee overleden en de ouders waren weg. Dus ze mogen hier verder groot groeien. En het leuke is dat ze nu eigenlijk tussen grotere semi-broers en zusjes zitten. En daar kunnen ze zich een beetje aan optrekken en leren hoe het is om gans te zijn in een weer nieuwe familie. De babymerels zijn gegroeid en juist de merel met wie het niet goed ging, is opgeknapt. Maar een broertje uit hetzelfde nest heeft het toch niet gehaald. Zoals je ziet kunnen ze vliegen. We zijn ze nog even in de gaten onthouden of ze ook zelfstandig allemaal eten. Want sommige waren nog net iets jonger dan anderen. Maar het gaat eigenlijk supergoed. Dus ze mogen vandaag naar een ander verblijf toe. Ze mogen naar buiten. Niet los buiten, maar naar een foyer toe. Mooie wiebelende takken, net zoals het in de natuur zou zijn. Kijken of ze nog honger hebben. Sinds gisteren zoeken ze ons niet meer op. Normaal gesproken kwamen ze hier gelijk naartoe. En wilden ze echt nog met pincet gevoerd worden. Maar zoals je ziet redden ze zichzelf prima. Dus ze kunnen lekker naar buiten vandaag. De avond valt.
En langzaamaan vallen de dieren in slaap. Maar niet alle dieren vallen in slaap. Er zijn ook dieren die juist wakker worden. Bijvoorbeeld de bosuil. Hoe zou het met hem gaan? Wacht. Gezicht bekijken. We zijn nu in ons grootste verblijf, de roofvogelvlucht. En daar is de bosuil een paar dagen geleden ingeplaatst. Want het ging veel beter dan we hadden verwacht. En het leek echt wel alsof die goed aan het herstellen was. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet zeker in zo'n klein verblijf. Dan moet je toch even kijken of die zich wel echt kan redden. Maar dit overtreft alle verwachtingen. Want ja, toen hij net binnenkwam, het was natuurlijk meer dood dan levend. En de verwondingen waren niet hoopvol in ieder geval, of hoopgevend. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik, waarom zit hij hier eigenlijk? Die moet gewoon lekker terug. Hij was aangereden op de snelweg en dat overleven ze eigenlijk nooit. En nu zie je echt, het is echt steeds meer uil. Dat zag je toen hij in een iets groter verblijf binnen zat. Ging hij zich steeds verstoppen achter een paaltje. Yeah. Dus dan merk je dat hij de eerste uilachtige eigenschappen weer terugkrijgt. Maar als je hem nu hier ziet in het verblijf, is het echt supermooi. Hij reageert goed op geluid. Hij lijkt ook echt goed stereo te horen. En dat is heel belangrijk. Hij moet een soort dieptebeeld van zijn omgeving kunnen maken op basis van zijn gehoor. Terwijl ik hem in mijn handen had om hier naartoe te brengen, merkte ik dat hij op mijn geluid reageerde. Ik maakte geluid aan de ene kant van zijn kop en toen draaide hij daarheen. Toen deed ik het aan de andere kant van zijn kop, draaide hij daarheen. Maar het is gewoon heel mooi dat hij hier zoveel vleugelslagen kan maken. Hij kan hier echt gewoon weer trainen met vliegen. Terwijl wanneer je in een kleinere foyer zit, wat Thijs net zegt, je weet gewoon niet of ze alles al kunnen. En dat kun je hier gewoon heel goed testen. Een volwassen eend heeft een ontsteking aan zijn poot die maar niet overgaat. Noekie en Marieke gaan samen kijken hoe het met de wond gaat. De pus moet er wel uit kunnen, dus dat willen we eigenlijk zo lang mogelijk open houden. Hij is zelfs een verbandje er al afgewurmd. Ja. Ik ga er wel een beetje aan pulken. Ik krijg natuurlijk pijnstilleren en antibiotica. Stom is dat een wond waardoor dit ontstaan is, die is supergoed genezen. Ja? Ja. Hij had eigenlijk wondjes onder zijn voeten. Zo kwam hij binnen, hier een verdikking en wondjes onder zijn voeten. Dat is eigenlijk prachtig aan het genezen, alleen de infectie is dus echt doorgeslagen het gewricht in. En dit verband is puur even om het bloed bij de eend te houden. En om te voorkomen dat er heel veel vuil in gaat zitten als hij zelf door zijn eigen poep loopt. Ja. Dat maakt de situatie natuurlijk niet beter. De pijnstil en de antibiotica. Hoe kan het toch dat de wilde eend zo rustig bij Marieke blijft zitten? Wanneer je zelf rustig bent en je houdt hem redelijk in een natuurlijke houding eigenlijk, dan blijven ze goed rustig. Totdat je dit doet. Want dit vindt hij niet leuk. Sorry, schat. Eén pilletje.
Achoo. Nou. Zullen we de ladder ook gelijk pakken? Nee, we gaan dat blauwe ding pakken. Een week verder is de uil klaar om uitgezet te worden. Dat oog is goed geworden, zeg. Echt wel. En hij is dik. Of dik, maar hij is mooi. Tof. Het oog is gewoon helder, joh. Ja. Alleen hierboven zit nog iets in plek. Zie je dat? Daarboven zit een soort pareltje. Ja. Wauw. En zijn oor? Helemaal mooi. Zo'n bloedoog kan wel vanzelf wegtrekken, wat Nookie toen ook zei. Alleen dat verwacht je met een paar dagen echt vooruitgang te zien. En als dat niet is, dan is het meestal wel permanente schade. Maar dit ziet er helemaal top uit. Maar dat oor nog meer, dat is echt gaaf, hè? Ja. Een lekker dikkertje. Ja. Dit had niet beter gekund. Oh, dit is echt tof. Alleen die staart is een beetje lelijk. Ja. Ja, hij heeft gewoon veel op die metalen balk gezeten. Daardoor is die achterkant een beetje gerafeld en poep en vies. Maar dat trekt wel weer bij. Mooi. Ja, mooi gezond. Al is een velletje. Tof. Ah, hier had Nookie ook bij moeten zijn eigenlijk. Ja. Zal ik hem open doen? Ja. Vleugels erin. Bij sommige vogels zie je gelijk van, oh, dit komt niet goed. Of dit is morgen al wel weer beter. Een vogel wat tegen een raam aanvliegt ook. Dat ziet er vaak hartstikke triest uit en die zit moeilijk te ademen en is duizelig en gewoon zichtbaar niet lekker. En de volgende dag is het goed. En bij deze waren het steeds stapjes en dat is ergens heel frustrerend omdat het zo lang duurt. Je wil ook dat die morgen beter is. Maar juist door die stapjes zit ook elke keer weer een nieuwe overwinning. En dit is dan wel helemaal, echt helemaal de kroon erop. Dat is echt gaaf. Ja. Top man, leuk. Helemaal blij. Oh, dat had ik niet verwacht. Als deze het niet redt, dan redt geen enkele uil het nog. En dat op Nookie de verjaardag. Nou, mooi, ja, kan niet. Goed. Not anymore. Volgende keer in Wild van de Achtertuin. Elke dag gaan er een paar die dan een beetje zo pubergedrag. Ik ga het lekker zelf doen. Of ze komen er eentje ophalen en dan pikken ze er net eentje zo van de pincet af. En dan is ze, de rest doe ik lekker zelf. En dan gaan ze weer weg.